Lisa Lewis, we zitten in Dixmude bij Ment bij de opnames. Hoe gaat het met jou? Het gaat met mij zeer goed, echt waar, dankjewel. Hoe ziet jouw zomer eruit? Enorm druk, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb eind juli, 29 en 30 juli, heb ik een heel tof tuinconcert. En dat tuinconcert is nu de derde editie. Dat is echt in de tuin van mijn ouders. Dus dat is heel huiselijk, heel warm, heel gezellig. Dus mensen mogen daar zeker naartoe komen. En natuurlijk kunnen de meeste mensen mij zien 21 keren in het Witte Paard. In de tijd van toen, van Jacques Lafont. Gaat een hele mooie show worden. We hebben nu een aantal repetities gehad. En ik kijk daar enorm naar uit. Het zijn echt fantastisch leuke nummers. De mensen worden echt gecatapulteerd terug naar die tijd van toen. En laat ons eerlijk zijn. Vroeger waren er hele mooie liedjes met mooie melodieën. Dus dat komt helemaal goed. Ga je daar alleen zingen of gaan er ook sketches in voorkomen? Sketches ga ik niet doen, want Lisa Lewis is en blijft gewoon een zangeres. We hebben allerlei choreografieën gedaan. Dus er gaat gedanst worden. Er gaat gezongen worden. Maar er gaat vooral ook heel veel gelachen worden. Want het is echt een hele fijne ploeg. Een hele warme, toffe ploeg. Dus dat is heel aangenaam om in te werken. Ja, en met Jackie samenwerken? Ja, is eigenlijk heel fijn. Ik zeg het, er zijn heel veel mensen die vaak zeggen, oei, Jackie is heel punctueel. En dat is ook zo en dat moet ook. Maar ik zei het daarnet ook nog tegen iemand. Jackie heeft altijd gezegd, ik sta altijd met mijn kinderen op een podium. En het is de eerste keer dat ik ook met mijn kleindochter op het podium sta. En het is ook echt zo'n relatie. We komen heel goed overeen. We zijn al een aantal keer samen gaan eten. En het is zo fijn. Het is zo echt een muzikale grootmoeder. Dus dat is heel warm. En heel, echt hartverwarmend. Niet alleen op het podium, maar ook daarnaast. Jackie is natuurlijk punctueel, maar Jackie wil vooral dat de mensen die tickets kopen waar voor hun geld krijgen. Inderdaad, ja, zij is daar heel hard mee bezig. En wat ook heel mooi is aan Jackie, vind ik zelf, ze wil zelf niet per se op de voorgrond staan. En dat is iets, ze wil echt haar team naar voren brengen, heel veel warmte geven, heel veel liefde geven. En vooral, ze vraagt ook 100 keren van mannen, voelt u goed bij alles wat we doen? Is alles in orde? En dat is wel iets dat ik enorm apprecieer. Wat zou ook anders kunnen. Dus dat is heel fijn dat in overleg kan. Je hebt ook een zomersingle, vertel daar eens iets over. Ja, mijn zomersingle is Het lijkt wel zomer. Het lijkt wel zomer is een hele toffe single. Misschien wel een van de tofste dat ik tot hiertoe heb uitgebracht, vind ik zelf. Is een compositie van mezelf, van Marcel Visser en Bram Koning. En is een heel fijn, opzwepend zomers liedje. Een liedje dat ik ook in het Witte Paard zal brengen. En dat mensen ook op MenTV heel vaak horen. Op Radio 2 heel vaak horen. Dus dat is, ja, die doet het heel goed. Echt waar. Hoe ziet de muzikale weg eruit die jij uitgetekend hebt voor de nabije toekomst? Ja. Zijn er nog plannen? Ja, er zijn zeker en vast nog plannen. In het najaar, denk ik, of in het voorjaar van 2024, ga ik een heel leuk iets doen met Hannelore, de dochter van Connie Neefs, en met Céline. De titel is ook De Dochters Van, dus dat gaat een heel mooi concept zijn, omdat we alle drie uit dat muzikale nest komen. Wij zijn drie ook totaal verschillende types, maar wij komen heel goed overeen. Ook weer met dezelfde liefde. Wij gunnen elkaar alles wat goed is. En dat is ook heel fijn om samen te werken. En in het najaar, dus in december, staan er ook heel veel toffe optredens op. En ik kijk daar ook weer enorm naar uit, want het is een hele volle agenda. En daar kunnen wij alleen maar, ik ben ook aan het bouwen, dus ik kan daar alleen maar heel blij om zijn dat dat toch een beetje goed loopt allemaal.